Vandaag mag jij beginnen. Mag ik vandaag beginnen? Ja. Vandaag gaan we een video opnemen die we niet zo leuk vinden om op te nemen. Nee, we hebben ook zakdoekjes erbij liggen. Zijn we er klaar voor? Beetje. Beetje. Het is 15 april. En Tess die begint te groot te worden voor Bel. Dat hebben we al een paar keer laten vallen. En vandaag gaan we erover praten hoe het is. Nou ja, eigenlijk meer hoe je je pony... Nee, we gaan erover praten dat Bella verkocht moet worden. Ja. Toch? Ja. Want je kunt natuurlijk niet op een dag zeggen, ik heb je pony verkocht en dan kom je uit school als je pony weg. Nee, dat kan niet, nee. Zou je dat willen? Nee. Dan zou ik je slaan. Zou je me slaan? Ja. Oké. Okay. Hard ook. Dus is het belangrijk dat we samen een manier verzinnen hoe het voor ons allebei te doen is. Nou ja, voornamelijk voor jou te doen is. Ja. Want we ontkomen er eigenlijk niet aan, hè? Helaas niet, nee. Wat vind je er zelf van? Dat Bel een groei... Dat ze een groeipil moeten ontdekken voor paarden en dat Bel kan groeien. Oké, maar dat gaat dan nu nog niet gebeuren. Dus... Ben je er klaar voor? Een beetje. En hoe komt het dat je er klaar voor bent? Nou, ik ben er eigenlijk nog niet echt klaar voor, want ik wil er heel graag nog houden. Maar ik word echt te lang, mijn stomme benen. Nou, we zullen even laten zien toen Bel kwam. Hoe klein je toen was. Weet je dat nog? Toen was ze echt nog klein. Laten we even zien. Omdat ze ook nog klein is. Tas, hij is voor jou. Ja. Klein. Klein. Nou. Jij hoeft er ook niet op, Rick. Jij ook even rondlopen. Oké, okay, ik ga even deze kunnen. Is hier ergens eten? Nou, die Tess mag eindelijk rijden. Jee. Even een rondje door de bak lopen, ik kan eens even kijken. Ja hoor. En dan het moment. De eerste keer. Even door de bak heen stappen. Fabienne die heeft weer haar taak opgepakt. En die loopt er even naast voor de zekerheid. De dingen gaan altijd goed totdat ze niet goed gaan. Dus dan is het verstandig om even veiligheid voorop. Zoals altijd. En ze is al losgekoppeld en aan het draven. Misschien moet je morgen gaan galopperen, zei ik nog. Ik weet nog dat ik het zei. Weet je wat? Ga morgen maar galopperen. Dus zo klein was je. Dat is echt niet normaal. Schattig hè? Dat is ongeveer zo en nu ben ik... Veel langer. Zullen we even laten zien hoe lang je nu bent op Bel? Oké. Okay. Laten we dat ook even zien. Dus zo lang ben je nu? Ik ben echt te lang, ja. En vind je het nog makkelijk op Bel rijden of vind je het ook moeilijk worden? Het is lastig, maar het is ook wel handig. En wat maakt het lastig en wat maakt het handig? Het is handig, want ik kan nu mijn benen meer om haar heen doen. Alleen wat lastig is, is dat ze weg. Dat snap ik. En vind je dat we genoeg geld zouden moeten hebben om haar te houden? Het is een beetje een twijfelgeval, want ik gun Bel echt het allerbeste, maar ik zou ook super graag willen dat ze gewoon zou blijven. Dus voor Bel zeg je, het is verstandiger om haar te verkopen en voor jezelf zou je willen dat ze blijft? Ja. En waarom zou het dan voor jezelf fijn zijn als ze blijft? Nou, net zoals Danielle Boefje heeft, die is nu ook al 22 jaar, dat is echt lang en zo zou ik ook mijn Bella willen. Maar zij kon veel langer op Boefje blijven rijden. Ja. En nu word je echt wel te lang. En Bel weegt maar 300 kilo. Ja. Dus straks word je ook te zwaar voor haar. Ja. En dan ben je zeker niet dik. Nee. Je bent gewoon echt heel gezond, netjes op gewicht. Alleen, ja, Bel is wel een C-pony en geen D-pony. Hebben we het daar eerder over gehad? Over dat we Bella gaan verkopen? Mm-hmm. Ja.
Omdat ik er de laatste tijd echt wel lastig mee heb. En toen we Bel kochten, hebben we het er toen over gehad? Nee. Nee? Dus dat vergeet je gewoon? Ja. Dat is wel slim ook, want anders gaan 2 jaar heel snel, hè? Het is ook heel snel gegaan. Ja. Ik weet nog dat ze kwam. Weet je dat nog? Hoe ging dat? Ik vond het heel leuk. Dat was het. Je vond het heel leuk. En we waren op speurtocht naar Bella, want Bella was zo stil in de trailer. Dus we zijn wel voorbij de trailer gekomen, alleen we wisten niet dat ze daarin zat. Ja, dat is waar. Op zoek naar je pony. Nee, niet rennen, Tess. Het is ook wel echt een brave passie in de trailer, hè? Ja. Eigenlijk is het in alles een brave passie. En nu? Nu. Het is nog lang geen. Want we hebben ongeveer een datum dat we Bel te koop willen gaan zetten. En waarom hebben we die datum afgesproken? Omdat ik dan nog wat verder in de sport kan gaan met Bella. Ook al ben ik nu echt te groot en zou ze eigenlijk nu al weg kunnen, omdat ik echt te groot ben. Alleen het is meer voor mezelf dat ze nog een paar maandjes blijft. Want als ik het niet erg zou vinden dat ze weggaat, dan had ze nu al weg geweest waarschijnlijk. Misschien wel, dat weet ik niet. En hoe gaan we haar te koop zetten? Op Marktplaats. Ja? En Facebook. Oké. Okay. Denk ik. Oh, en Sporthorses. Ja, dat kan allemaal. Er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden, heel veel websites en heel veel mogelijkheden waar je paard of pony te koop kan zetten. Denk je dat het nodig is? Nee, laat te koop zetten, nee. Nee? Want er zijn al een paar mensen en misschien willen we Bel wel verkopen aan degene die we echt kennen, tot we bij Bel nog langs kunnen gaan, dat sowieso. En dat we diegene ook gewoon, ja, kennen. En, maar ik denk niet dat we er kunnen verkopen aan iemand die we kennen. Nou, misschien wel iemand met een verband met iemand anders. Oh, zo. Dus omdat mensen weten dat Bel te koop komt te staan, dat ja, dus dan... bijvoorbeeld niet dat het zo is, maar dat nichtje van Kim, Leila. Daar zou ik er echt dolgraag aan willen verkopen. Ja? Ja. Wat zijn lief meisjes. Ja, het is een lief meisje. Ze houdt van Bella. Bella vindt haar helemaal geweldig. En je vindt dat wel heel leuk om te zien. Ja? Kun je er dan mee leven? Ja. Ja? Dus wat zoek jij voor baasje voor Bel? Een klein ruitertje. Het liefst die nog maar net in de paardensport zit. En op Bel super veel kan leren. Ja? Dat lijkt me wel echt fijn. Ik heb mijn neus. Ja. Dus niet te groot, niet te lang. Nee, niet te en zwaar. Sowieso ouder dan 9 jaar verkopen we denk ik niet aan. Ik weet niet, het ligt eraan hoe klein iemand is. Nou, ik wil wel gewoon iemand die nog niet zo goed kan rijden. Waarom? Nou, dus voor Bel ook weer een keer een uitdaging en dat ik denk dat Bel het geweldig gaat vinden. Ja, met zijn mama Bella. Ja, mama Bella. Ah, oh, mama Bella. Net zoals Corona nu mijn tweede moeder is, hebben hun dan ook een klein moedertje. Kan ze weer overnieuw beginnen? Ja, opnieuw. Sorry, kan ze opnieuw beginnen met alles. Het is wel leuk. Ja. Ja. Oké. Okay. Maar dus niet al aan een gevorderde die al super goed kan rijden. Dat wil ik liever niet. Waarom niet? Wel, ik ga naar een klein lief meisje of jongen. Stel nou dat meisje of jongetje begonnen is met paardrijden op 3 jaar. En dat die nu al, weet ik het, M of Z rijdt. Misschien dat je dan en heel klein gebleven bent en dat je dan nu 7 of 8 bent en ontzettend goed kan rijden. Mag dat dan? Dan denk ik er nog even. Het ligt eraan hoe je me wel omgaat. Als je Bel kan het niet tegen als ze gestraft wordt, dan verliezen. Ja. Dus dat is geen goede optie. Dus daarom ook, want als je super goed kan rijden, tuurlijk. Alleen als je echt op het straffen bent, dan sowieso al gewoon nee. En dan kan Bel niet zo goed tegen. Nee. Bel is echt een bevriezer. Oké, okay. Nog andere dingetjes? Nee? Ik wil wel dat ze maar een heel goed huisje gaat.
Ja. 5-sterren manege? Nee. Nee, ze hoeft niet van mij niet naar 5-sterren manege, maar ik wil dat ze naar iemand gaat die van haar kan houden. Ja. En die een mooi plekje voor haar heeft. Sowieso een... En dat maakt me dan eigenlijk niet zoveel uit of dat op een manege is of een privé. Een mooie box en ook gewoon een goede bak. Van? Nou, Bel gaat niet in een stal staan die al half ingestort is. Nee, oké. En misschien moeten we ook wel zeggen dat we nog een keertje langs willen komen. Nou, dat gaan we niet misschien zeggen, dat gaan we sowieso zeggen. Want ook al is het perfecte ruitertje is er alleen maar als wij ook nog bij haar langs mogen komen. Dus ze moet ook nog een beetje bij ons passen. Ja. Want wij willen heel graag Bel nog een keer zien. Ja. Maar we zullen de deur niet platlopen, want dat is niet eerlijk. Nee. Maar we komen wel een keer langs. Dan wisten jullie dat Bel heel goed is in zelf mensen uitzoeken. Ja, dat is waar. Want sommige mensen vinden ze gewoon niet leuk. Klopt. Dus bij sommige mensen dan zie je ook dat ze er minder plezier in heeft. Maar bijvoorbeeld als ik een Leila bijvoorbeeld opzet, nou, oortjes naar voren, dat vindt ze geweldig. Ja, vindt ze leuk. Dus we kunnen aan Bel zien of ze het ruitertje leuk vindt, ja of nee. Dus daar gaan we naar kijken. Nou, ga je vertellen wanneer ze te koop komt? Waarschijnlijk 1 juli. Ja, 1 juli gaan we Bel te koop zetten. Dat is vlak voor de zomervakantie. Voor sommigen is dat dan al zomervakantie. En we hebben het er heel veel over gehad. Vanaf het begin af aan al, dacht ik. Maar Tess is dat gewoon vergeten. Lekker wel, ja. Maar we hebben het wel in de auto hebben we het er regelmatig over. En we gaan het nu met jullie delen. Omdat, ja, het is niet anders. Het is inmiddels half april als we deze video opnemen. En het zal eind april zijn als die online komt. En dan heb je alleen nog mei en juni. En dan is het al juli. Zo snel gaat het. Dus dan, ja... Dan gaan wij afscheid nemen van Belle. Dat is heel lastig. Ja. Voor ons allebei. Maar het is minder lastig dan Sterre. Ja, bij Sterre was het echt heel lastig. Ik weet nog wel, ik zat in de kantine, zat ik ijsthee te drinken. Toen kwam papa echt zo naar me toe en ik begon echt te gillen omdat ik iets wou dat Sterre wegging. Alleen ik denk dat het met Bella wel anders is. Hoop ik. En wat maakt dat dan anders? Ik kan het nog zien. Dat is waar. Dat is dan weer een voordeel. Alleen het nadeel is dat niet meer van mij. Dat is iemand anders. Maar ze mag altijd terug. Altijd, ja. Altijd. Goed, daar hebben we de zakdoekjes voor. Leila komt goed. Jij bent het kind. Komt goed, kind. Maar goed. Sterre was niet zo leuk. Met Bel is het ook niet leuk. Maar we gaan... Helemaal niet leuk. Het is absoluut niet leuk. Maar ja, dat wisten we toen we de kochten. Maar toen was je... Oh ja, veel mensen vragen zich af waarom je niet gelijk een grote pony genomen hebt. Dat komt omdat ik alle brave springponies of alle brave ponies vond ik doodeng. Ja, Tess die wilde gewoon per se geen D-toon hebben. Want daar hebben we echt wel naar gekeken. Maar ik moest en zou Bella hebben. Precies, en Tess was toen nog een beetje bang. Maar tegenwoordig ben je niet meer bang, geloof ik, hè? Ze springt tegenwoordig zelfs op Verona. Maar je springt nu dus op Verona en nou, het gaat natuurlijk steeds beter. Bel heb je heel veel geleerd. Ja. En Bel heeft ook veel van jou geleerd. Ja. Dus het is tijd om afscheid te nemen, denk ik. Toch? Nu niet. Nee, maar 1 juli gaan we op zoek naar het beste, liefste, schattigste, leukste, geweldigste ruitertje van de hele wereld. Maar 1 juni is ze nog steeds niet verkocht. 1 juli. 1 juli. 1 juli. Anders denken mensen 1 juni krijgen we dat. Nee. 1 juli. 1 juli. We gaan eerst nog naar Bixie. Ja. Ja. En Bella wordt nog 16. Zo, 16? Nee, joh. 16. Bel wordt 7. Ze is 10 jaar jonger dan Verona. Ja. Ja. Klopt. Dus Bel, die wordt 7. We hebben op de website inmiddels, omdat er heel veel vragen waren naar Belletje, hebben we wel een stukje pagina aangemaakt, of een pagina aangemaakt moet ik zeggen, met erop alle gegevens van Bel. En mocht je dit aan je ouders willen laten zien, omdat jij denkt dat jij het beste ruitertje voor Bel bent, dan kan je op die pagina kijken of het wat voor je is. Dan zijn ze 12 jaar zo oud. Ja, maar je bent 11.
11 is te oud. Nee, het gaat erom dat je niet te zwaar en niet te lang bent. En dat je wel een goed huisje kan bieden. En over de prijs gaan we niet praten op internet. Dat is privé tussen de koper en onszelf. En het telefoonnummer staat ook niet op de website. Maar als je een mailtje stuurt, dan kunnen we kijken of het serieus is. En als het serieus is, dan krijg je het telefoonnummer. En dan kunnen we afspraken maken. Ja. Dit is dus niet een verkoopvideo. Nee, dit is alleen sowieso niet. Om de vragen hieronder in de comments alvast even voor te zijn. Want ik weet zeker dat we er heel veel vragen over krijgen. Dus vandaar dat ik het alvast vertel. Bel komt dus 1 juli pas te koop. En voor die tijd gaat ze gewoon niet weg. Tenzij er iets heel bijzonders is. Of, nee. Jawel. Nee. Stel dat het allerbeste ruitertje... Nee, die wacht maar. Nee, stel dat het allerbeste ruitertje ter wereld tegenkomen. Die wacht. Tessa zegt dat wacht maar. Ja, die wacht gewoon. Dan kijken we wel verder, maar in principe komt ze niet voor 1 juli te koop. En alle gegevens over Bella kan je dus vinden op onze pagina, of onze website. En die gegevens zet ik hieronder. Nou, we hebben het best wel aardig droog gehouden nog een beetje. Ik heb het best gedaan. Ik ook. Jij niet. Het is niet helemaal gelukt, maar... 1 punt aftrek voor mama! Ja, precies. Dus zo praten wij over de verkoop van een pony. We proberen Tessa daarin te begeleiden en te helpen. En toch ook het beste voor Bella te doen. Dus zo doen wij het. En als jij zelf je pony hebt moeten verkopen, laat dan hieronder in de reacties achter hoe het bij jou gegaan is. Misschien kunnen wij er nog iets van leren. Ja. Dus... Nou, mag jij zeggen bedankt voor het kijken naar deze video. Bedankt voor het kijken naar deze treurige video. Doe een duimpje omhoog als je het zielig vond. Nee. Ja, maar en als je Bella het beste gunt. Doe dan een duimpje omhoog. Doe dan een duimpje omhoog. Klik op het abonneerknop. Klik op het belletje. Vind je belletje heel fijn. En zie ik jullie volgende keer weer. Doei. Doeg!